hebben voor jullie vandaag een programmaatje in elkaar geknutseld. We gaan vanmorgen een route rijden. Het is al een beetje richting de middag. Dus we gaan vanmorgen een routetje rijden richting Echten. En daar gaan we naar een Landleven boerderij. Maar u bent een zaapliefhebber, hè? Jazeker. Ja. Ik zal even doen. Ja. Want wat is het mooie aan een zaap? Ja, ze zijn ontzettend mooi, maar wat is nou het specifieke zaapgevoel? Ik vind in eerste instantie vind ik het model heel erg mooi. Ik heb 96, hè? Die hoor je hier zo. Oké. Okay. Ik heb thuis nog een witte staan. En zo'n witte 99 heb ik ook nog. Ja. Maar van deze dan, dat vind ik gewoon het V4 geluid. Een twee takje is ook wel mooi, maar dat net wat meer naar de trabant. Ja. Maar als je dat zo ziet rijden, er rijdt er net eentje weg. Ja. Ja, dat is echt fantastisch. Maar deze heeft dan ook een Simon Sport uitlaat. Dus dat geeft toch ook wel wat meer... Die rode daar. Ja, deze. Onderweg moet je wat harder praten tegen elkaar. Maar het gevoel, hè? Het gevoel wel, ja hoor. Ja. Maar we zijn er ook mee naar Denemarken geweest met een groepje. Deense zaapclub en dan het wijgevoel. Dat komt wel boven hoor. Of je nou een sonnet hebt of zo'n V4 of een tweetakje. Dat is het helemaal. Veel plezier vandaag. Ja, dankjewel hè. Maak ik u een fijne rit toe wensen. Ja, bedankt. Geniet ervan. Maar nou, je bent voorzitter van de... Saab Classics Vereniging. Nederland. Ja, en zo net zijn hier allemaal... jullie hebben een route uitgezet. Ja. Want zo net zijn hier allemaal prachtige Saabs vertrokken. Dat klopt. We hebben een route uitgezet richting een boerderij in Echten. Ja. En daar gaan ze nou naartoe. Ja. En onderweg hebben ze allerlei opdrachten. Het is echt een puzzelroute. Lettertjes opzoeken en vragen beantwoorden. En dat gaan ze ook echt allemaal doen? De meesten doen dat wel, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, de route gaat naar Echten toe? Naar Echten toe. En dan via Zuidwolde weer terug. Ja. En dan komen ze tussen de middag komen ze hier. Ja. En dan gaan we even een broodje eten. Ja. En dan vanmiddag hebben we een atelierroute. Die gaat door het Reesdal heen. Ja. Dat is een bekende route die vorig jaar een groot succes was. Ja. En nu passen wij onze route daarbij in. Dus ik heb een route naar de atelierroute gemaakt en daar een stukje van meegepikt. Dus dan gaan ze vanmiddag die ateliers gaan ze bezoeken. Kunnen ze morgen bezoeken, ja. Ja. En met hoeveel saaps zijn jullie onderweg? Er rijden er nu 17 mee. 17 mee. Ja. En wat is het voor een vereniging? Ja, een saapvereniging. Het is maar... een Saab Classics vereniging. Ja. Eigenlijk alle saapjes van de bouwjaren 293 en ouder kunnen lid worden van deze vereniging. En die doen dan mee met zo'n rietje. We hebben 250 leden. 250 leden? Ja, en nu zijn er 40 ongeveer. Oké. Okay. Dus maar wat is nou het typische saapgevoel? Wat is nou... Maar ja, Saab is een beetje een eigenzinnige auto. Niet Jan en alle man die reed erin. Vroeger waren het alleen de directeuren en de artsen die met zo'n auto reden. Ja. En nu is het eigenlijk een beetje voor de gewone man. Omdat ze al wat ouder worden, zijn ze betaalbaar natuurlijk. Ja. En wij hebben onze hobby daarvan gemaakt. Maar wanneer Saab ook nog gemaakt tegenwoordig? Op het moment staat de productie weer stil. Sinds vorige week. Sinds vorige week? Sinds vorige week staat de productie weer stil. Maar het komt wel weer in beweging? Het is failliet geweest en het is weer opnieuw opgestart. En nog een keer weer opnieuw opgestart. En nu staan ze weer stil vanwege geldgebrek. Dus het blijft een strijd om het aan het draaien te houden. Maar als dat stil staat, want jullie vereniging exclusiever? Dan wordt onze vereniging exclusiever. Ja. De auto's ook natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat worden allemaal collectors items. Ja. Veel plezier vandaag. Dankjewel.